Tegenover DVS-TV staat de volgende speler van de A-selectie. Yes, Roland Baas, 27 jaar. Kom uit het gemooie Groningen. En via heel wat omwegen en het metalt voetbal hier bij DVS beland. Ben je ook geboren in Groningen? Ja, ja vlakbij Winschoten. Kijk eens aan, Jan Mulder. Zeker, zeker. WVV Winschoten, ja klopt. Precies. Hey, uh, ben je daar ook uh, begonnen met voetballen, of niet? Uh? Uh, ja, als klein jongetje ben ik daar begonnen. Totdat ik uiteindelijk gescout ben door uh, FC Groningen. Vanuit daar eigenlijk de hele jeugdopleiding doorlopen. En uh, via Heracles, uh, ja, Eredivisie-ervaring opgedaan. Uh, Toen naar Go Ad Eagles. Uh, veel wedstrijden gespeeld. Vanuit daar naar uh, de Graafschap. 3,5 jaar gezeten. En eigenlijk afgelopen seizoen een half jaar in Spanje gezeten. En uh, nou ja, nu bij het mooie, mooie DVS. Heb jij uh, nog tegen DVS gespeeld uh, toen je bij Jong uh, FC Groningen zat? Ja, dat heb ik wel uh, van uh, verschillende mensen hier gehoord. Dus uh, ik kon mezelf niet heel goed meer herinneren. Maar uh, ja, ik heb hier wel tegen gespeeld, ja. Hé, hey, uh, de Graafschap. Uh, dan leg ik gelijk even een linkje met uh, Stef Nijland. Heb je daar nog mee gespeeld toen, uh, daar? Ja, ja daar, uh, daar hebben wij samen gespeeld. Dus uh, dan is het extra mooi om hier weer uh, samen te spelen. Heel langzaam maar zeker zie ik dat de samenwerking begint uh, te komen. Ja, ik, ik had bij de graafschap ook wel een goede, goede connectie met Stef. Uh, natuurlijk is het even wennen als je elkaar weer, weer ziet na zo'n lange tijd. En uh, ja, dat begint aardig weer te lopen. Dus uh, daar ben ik wel blij om tegenstander zou ik echt helemaal bang zijn, beducht, van uh, jullie drietal. Zoals jullie met z'n drieën dat uh, doen, dat gaf ik ook aan. In die wedstrijd tegen Eemdijk. Uh, jij dus, uh, Stef Nijland en Benjamin Roumeillon. Ja, da dat vinden tegenstanders niet leuk. Nee, nee, dat kan ik me wel voorstellen inderdaad. En ja, we krijgen ook wel een beetje door dat tegenstanders zich daarop gaan, uh, gaan richten natuurlijk. Dus uh, dan is het weer aan ons om, om weer iets anders te verzinnen. Maar... Uh, ja, dat het goed loopt tussen ons, uh, ons drieën. Uh, dat, dat, dat is wel mooi, uh, mooi om te zien. En nou, uh, en nou de rest van het team ook nog uh, meenemen. In, en dan, uh, en dan, dan komt het vanzelf weer goed. hè? Ja, tuurlijk. Uh, kijk, voor mij is het ook uh, even wennen aan, aan alle jongens natuurlijk. En uh, nou ja, daar heb ik even de tijd voor gehad. En uh, dat gaat steeds beter. En uh, ik denk voor iedereen ook even een nieuw systeem is. Te, uh, even weer wennen. Dus. Uh, maar in ieder geval goede, goede twee wedstrijden gespeeld als team zijnde, dus uh, daar zit volop vertrouwen in. Hoe ben jij op Spanje terechtgekomen? Ja, ik kan het me voorstellen hoor, heerlijk klimaat. Ja, ja ik werd op de laatste dag van, van de wintertransfer gebeld door mijn uh, zaakbeheerder en die zei, uh, heb je hier, uh, hier belang bij? En uh, nou ja, dat was eigenlijk direct een ja en uh, wat was het, 2, uh, 3 februari uh, zat ik daar. En met uh, plezier? Jazeker. Zeker. Ik heb een top half jaar gehad, uh, ook al ben ik sneller teruggekomen dan verwacht, maar uh, ja, het was een uh, ervaring om nooit te vergeten. Met welk niveau is dat uh, vergelijkbaar? Uh, die, die vraag is mij vaker gesteld. En uh, ik vind dat, dat het met uh, de top van de kampioen divisie uh, kandidaat-divisie uh, wel te vergelijken was. En, uh, wij, uh, wij deden mee om, uh, om promotie, finale van de play-offs gespeeld. Dus uh, ja, wij stonden eigenlijk op randje op promoveren naar, uh, naar de, de Segunda division. Dus ja, weet je, dat is eentje onder uh, het grote Barcelona, zeg maar. Dus ja, dat is een gigantisch goed niveau. Ja, en zeker, uh, zeker technisch gezien: hè, dat uh, tiki-taki voetbal uh, van Spanjaarden op zich, daar geniet ik altijd uh, helemaal te pretten van. Ja, zeker. Ja, wat, je, wat je bij het nationaal team ziet van Spanje, uh, ja, de Spaanse clubs. Ja. Zo, zo is het dan in alle divisies uh, hoe ze daar spelen. Dus uh, ja, dat is wel heel mooi om te zien. Uh, wat, wat vind je van dit niveau van uh, DVS? Ik vind dat wij uh, een goede groep hebben met elkaar. Op trainingen laten we ook goed voetbal zien. Uh, dus uh, ja, daar zit zeker uh, goed, goed niveau in. En uh, nou, ja, mm -hmm. daar, daar ben ik in ieder geval wel heel blij om, om uh, in dit niveau te stappen, ja. Donders veel zin in uh, IJsselmeervogels uh, zaterdag? Ja, dat is toch een mooie wedstrijd. Ja, daar doe je het ook voor. Uh, Zij staan nu als het goed is bovenaan, uh, als ik het goed heb. En uh, ja, dan is het alleen maar zo mooi mogelijk om hun, uh, ja, in ieder geval uh, geen punten te geven. Okay. Je, je eigen kwaliteit, dus, hoe wat, zou je dat uh, kunnen benoemen? Ja, in dit systeem is gewoon uh, veel druk vooruit, uh, veel naar voren, uh, zorgen voor die voorzet, het achterlijn halen. Ja, een beetje zoals de, zoals de laatste twee wedstrijden, hoe we gespeeld hebben. Dus uh, ja, en dat, uh, dat ligt me in ieder geval wel lekker. DVS TV, wens jou daar uh, heel veel uh, succes mee uh, dit uh, seizoen verder. Is goed, top, dank je wel.